Vandaag jumping, woensdag, en we hebben vandaag de dressuur. Dus ik ga even laten zien hoe het er nu uitziet en wat er allemaal aan de hand is. We beginnen bij de dressuurringen. Er is vandaag alleen hogere dressuur. En hier zitten we dus in de, nou ja, Z denk ik. Hier de winkeltjes. Helemaal leuk. Kijk, en daar is een van onze ruiters. Annemiek. Met haar paard. Fresco heet het paard. En ik denk dat ze net klaar is. Ja, ja. En afgroeten. En ze ziet er blij uit. Dat is altijd fijn. Nou, juryhokjes zijn nu al gevuld. Kijk, daar hebben we onze eigen Margaret. En daarnaast zit ons Kimmetje te schrijven. Ik zal het even van de andere kant filmen. Kijk, zeer geconfronteerd. Dat is heel belangrijk werk, zeker. Mooie bloemetjes overal. Hier is aan het losrijden. Het is knap warm, dus ik denk dat je wel mag kiezen of je in zomertenue gaat of dat je je jasje aantrekt. Veel zullen ook gewoon losrijden in zomertenue en vervolgens alsnog een jasje aantrekken. Maar hier zijn de dansende paardjes. We krijgen ook nog de Grand Prix. Die hier verreden gaat worden. Dat is op zich wel redelijk uniek. Gebeurt hier niet heel vaak. Nou, hier hebben we dus winkeltjes. Ik denk dat morgen er nog meer winkeltjes zullen zijn. Een bubbelbad hebben jullie gisteren al gezien. Nou, mensen zitten lekker op het terras. En onze eigen Christine is vandaag de omroepster. Hoe gaat het, Christine? Uitstekend. Het gaat op de minuut. De tijd loopt fantastisch. We hebben iemand uit het Hoge Noorden gekregen om het geluid en de techniek te regelen. Het is allemaal echt perfect geregeld. Het weer is fantastisch. Heerlijk met de zon. En waarom is deze ring leeg? Omdat we pauze hebben tot 4 uur. Ah, okay. En 4 uur start het hoogste van het hoogste, zeg maar. De Grand Prix en de Grand Prix Special. En die ga je ook voorlezen? Nou, voorlezen niet, maar ik heb wel de eer om deze mensen te mogen aankondigen en omroepen. Dat is wel heel cool. Ja. Ja, goed. Dus gaan we nog even verder kijken. Thanks. Yes. Nou, zelfs het secretariaat heeft hele mooie bloemetjes. Dus dat is heel cool. En het is net geverfd. Dus we gaan even binnen kijken of daar nog überhaupt iemand is. Of dat het gewoon nu leeg is. Dat kan. Dat iedereen zich al aangemeld heeft. Ja, het is helemaal leeg. Even voor het idee. Hier kan je dus aanmelden voor... Normaal gesproken staan daar dan de snoepjes. Die zijn nu... klaar, want iedereen is blijkbaar al aangemeld. En jullie hebben het hier, als het goed is, wel vaker gezien. En hier zijn dan alle prijzen. Hoe cool, mooie dekjes, dekens, van alles. Even inzoomen. Kijk, inmiddels doet het scherm het ook. We kunnen nog niet de wedstrijden zien, maar dat zal vast morgen zo zijn. En hier even een overview van alle mooie dressuurringen. Waar dus zometeen de Grand Prix ook gaat beginnen. En de Grand Prix Special. Ik weet niet het verschil tussen Grand Prix en Grand Prix Special. Maar het klinkt wel indrukwekkend in ieder geval. Gaan we een keer aan Jill vragen. Wat is het verschil, Jill? Misschien kan je het wel hieronder in de comments even voor ons achterlaten. Of er een video over maken. De billen van een Grand Prix paard zien we in beeld. Wat een knap paard, zeg. Het is grappig, mijn vader is van Gogh. En van Gogh is een heel goed springpaard. Echt? Ik vind hem echt knap. Zo, het is 8:30. Dus dat betekent dat alle wedstrijden afgelopen zijn. De dressuurringen liggen er verlaten bij. Ze zijn inmiddels omgebouwd van Z Grand Prix en zo naar gewone B-ringen. Zeg ik dan oneerbiedig iets. Naar ringen waar je ook de lagere proef in kunt rijden, allebei. En morgen dan zijn hier de gewone dressuurproeven. En als je naar de andere kant gaat, dan zie je dat daar de dressuurring al weg is. En aan de andere kant is al niks dressuurmatigs meer te vinden.
Hier zijn we, het spring. Nou, we. Hier zijn ze. Ik heb dit jaar niet erg meegeholpen met het opbouwen of afbreken. Maar hier zijn ze dus bezig om alle hindernissen neer te gaan zetten. En de jurywagen wordt inmiddels voorgereden. Die vrachtwagen die er nu nog voor zit, die gaat er denk ik zelfs nog onderuit. En dan heb je zo'n trailer ding. En daar zit de jury dan morgen in. Dan komt er, daar zie je drie raampjes. Even kijken of ik een beetje in kan zoomen. Daar zie je drie raampjes. Ik ga even inzoomen. Daar zie je drie raampjes. En daar komt dan ook nog gewoon een bel aan te hangen. Kunnen ze in en uit bellen. Voor het begin. En ook om uit te bellen. Niet leuk, maar moet ook gebeuren. Nou, ik denk dat de bakken ook weer pistes, ringen, hoe je het wil noemen, ook nog water krijgen. Ik zie de tractor er staan. En de eerste hindernissen hebben inmiddels vorm gekregen. Dus er wordt een parcoursje morgen. Ja, nou, als ik via de hindernissen loop, dan zou je alvast kunnen parcours lopen. Nou ja, dat mogen de ruiters morgen zelf doen. Daar ben ik niet zo goed in. Het duurt wel heel lang voordat ik de volgende hindernis gevonden heb. Ik weet niet waarom ik fascinatie ermee heb, maar ik vind het scherm gewoon gaaf, cool. Kijk, het staat op een soort wagen. Zo. Dan heb je gewoon een heel scherm. Dat is toch cool? En een tentje. Ik weet niet waarom een tentje er is, maar dat zullen we vast morgen gaan meemaken. Eerst morgen losrijden. Nou, en dan heb je losgereden. Er komen ook nog een paar hindernissen in te staan, denk ik zomaar. En dan mag je zo het hele parcours door. Nou, het is toch wat. Oh, de plantjes krijgen water. Kijk, daar is deze tractor voor. Het water geven van alle mooie plantjes. Als je nou morgen wil weten waar de kidsclub is, kom je daar binnen. Of je komt hier binnen. Dan ga je hier de hoek om. En dan lopen, lopen, lopen. Zo. Het ziet er morgen allemaal veel gezelliger uit, hoor. Maar ja, nu moeten alle dingen nog opgebouwd worden. En dan hebben we hier de kidsclub. Nou, dat is toch leuk. Ik denk zomaar dat je kan verven. Is een idee. Er komt vast nog meer. Nou, en er komen ook bordjes voor jeugdentertainment. Nog meer knutselspullen. En je kan ook via deze deur. Dus daar is de springbak. Kijk, zo. Springbak. En dan ga je zo. Hier naar binnen. Zo, alle kindjes zijn even nog aan het spelen. Tadaa, paardjes worden gehaald. Je hebt sterren. Lekker hoor. Oh, die gaat ook zijn gras eten. En dat was Jumping, de eerste dag. Achter mij zijn ze nog verder aan het losrijden. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Morgen is natuurlijk hemelvaart, begint te springen. En gaan we kijken naar Bramsjordom. Tot morgen, doeg.